Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F122 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Landschaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 43 hier in Italië. De grote prijs van Monza staat op het programma, maar heb je die vorige video gemist? In Nederland zal ik die eerst even terugkijken, zodat je deze dus gaat zien. Dat was een mooie wedstrijd, een geweldige wedstrijd. Ja, geweldig! Dit is geweldig! We kwamen terug van P16 en eindigden in de punten. En ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse F122 My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. We hebben heel veel R&D punten over. Dus daar kunnen wij updates en upgrades van gaan kopen. Dat had u echt niet verwacht. Dan moeten sommige updates nog wel binnenkomen. Sommigen zijn ook gefaald, dus die moeten we opnieuw gaan bestellen. Ik zit dan even te koekeloeren. Ik koekeloer hier. Ik koekeloer daar. Wat we gaan doen. En uiteindelijk eentje van de powertrain gekozen. 2 ultimate en 1 major. En tot nu toe een prima seizoen. 2 podiumplekken en 1 overwinning behaald. Maar goed, dan is het op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 43 van F122 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1. Hopen dat we door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. DRS hier geopend. Aanremmen, eerste bocht. Gaat ook goed. Jazeker. Einde van mijn eerste run in Q1. Daar een klein beetje te wijd. Verliezen daardoor exit snelheid. En dat is 1-1-21-6. Helaas is dat op dit moment een P19 geworden. Met nog ongeveer 40 seconden op de klok in Q1. Dit wordt dan dus onze laatste kans om nog iets aan die positie te gaan doen. Anders is het exit voor ons en dan starten wij de race helemaal van achteraan. Ocon op P21. Verrassend dat de Alpine daar zit. Porsche had ik niet anders van verwacht. Schumacher ook niet door. Schwarzman niet door en wij dus naar P19 voorlopig. Dat is inmiddels de laatste plek geworden. Heel veel mensen hebben zich verbeterd. De vlag hangt uit hier in Q1. Wij gaan ons ook verbeteren met 4/10 ongeveer. En het is P20. 2 plekken omhoog geschoven aan het einde van Q1. Maar niet door naar het tweede kwalificatiedeel. Hamilton de snelste in Q1. Verstappen op P2. Charles Leclerc voor Ferrari op P3. En wij starten dus op de 20ste plek helaas. Jammer. De score pakt ons. In de kwalificatie is het op naar de race voor aflevering nummer 43 van F122 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. It's time for the Italian Grand Prix once again here at the beloved and iconic Autodromo Nazionale di Monza. With the lowest downforce and drag of any circuit in the season, expect to see drivers making the most of the slipstream effect here today. With top speeds up to 215 and an average lap speed of around 155 miles per hour, Monza's reputation of one of the fastest circuits in the sport is well earned. We have 11 corners on this 3.6 mile track, with the best overtaking chance coming into the heavy braking zone of the Turn 1 chicane. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday and he'll start from pole position. And Lando Norris lines up alongside. Looking down the rest of the grid, we have Sainz, Russell, Charles Leclerc and Perez. Hamilton, Gasly, Fernando Alonso and Nicholas Latifi. Ocon, Tsunoda, Daniel Tictum and Magnussen. Joe, Teo Porcher, Alex Albon, and Lance Stroll. Richard Vachon, The Professor, Mick Schumacher, and Robert Schwartzman.
it's almost time for the lights to go out. So let's head down to the track where preparations are underway. Okay, this is our engine supplier's home Grand Prix, so let's give them a race worth watching. Dit is dus Ferrari zijn thuis grote prijs en wij rijden dus met Ferrari motoren. Dus ja, een eenstopper medium hard is de strategie. Neem een extra brandstof mee om misschien wat harder te kunnen pushen, maar ik ben er bang voor. Gaan we erom beginnen voor de formation ronde hier in Italië. Wij vertrekken dus vanaf een P20 voor Mick Schumacher achter Richard Verschoor. Ik ben ook benieuwd wat hij kan in deze grote prijs. Alle informatie die wij nodig hadden is gezegd. Misschien dat we vanaf de volgende races wat componenten kunnen gaan vervangen van de motor. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd naar deze race. Komen we aan bij de gridslots. En de vraag, komen wij goed in de gridslots? Dat is de vraag. We kwamen goed in de gridslots, alleen het spel zegt van niet, wat is dit nou? Het was 0,3 meter ervan af. Dat was gewoon goed. No. Raar, raar, raar. De lampen zijn dus uit en we zijn onderweg naar een rare start. We hebben ook gelijk wat duelspin en knallen volledig tegen Robert Schwartzman op. Geen probleem, geen nood, geen paniek. Rustig! Want we kunnen hier een divebomb maken naar de eerste bocht. Gele vlag wordt gezwaaid vanwege de drukte hier aan de binnenkant van Schwartzman. Ook kijken bij Schumacher. Lukt niet. Is Verschoor dan verschalkt? Jazeker, Richard verschalkt op de exit. Super, goed gedaan. Maar dan is Schumacher daar veel beter weg. Waarom? We rijden met een downforce setup. Niet slim van mij, want daardoor verliezen wij snelheid op het rechte stuk. In de bochten kunnen wij wel goed mee, jazeker. En duwen Schumacher daar wijd. Maar of het slim is, zo meteen het wijd duwen, dat is een ander verhaal. Ook Lance Stroll, kijk maar, we kunnen er hier gewoon naartoe rijden. Maar dan volgt hier de exit. En dat betekent Stroll is er als een raket vandoor. En daar komt Schumacher al aan in ronde nummer 2 op het rechte stuk. Schumacher aan de binnenkant is ons gepasseerd. Hetzelfde geldt voor Richard Verschoor aan de buitenkant. Wij vallen de landgenoot en teamgenoot daar terug aan. En dat is P20. Zometeen weer Schumacher proberen aan te vallen in de bochten. Het is alleen maar overleven op dat rechte stuk. Dat is ons gevarenpunt. Dus vanaf Singapore verwacht ik wel dat we echt kunnen gaan vechten voor de punten. Hier nog niet. Bij Lesmo 2. Uitkomen Lesmo 2 al misschien. Of hier dan. Schumacher in de fout. Mick Schumacher in de fout. En dat is P19. Stroll kunnen wij niet passeren. Vanwege de topsnelheid die te kort is. We zitten in ronde nummer 3 van de race. Als daar Verschoor in één keer aan de binnenkant zat. En wij moeten daar helaas een escape route nemen. Een klein tikje van Richard Verschoor zorgt ervoor dat wij het gat naar Schumacher in één keer niet meer in hand hebben. Het gat is nu 1,0 seconden en het wordt groter vanwege die rechte stukken. En zo meteen het gevecht met Schwartzman en Verschoor voor P20 in de race. Rood in sector 1. En we zitten pas in ronde nummer 3. Dus we moeten nog 24 rondes te gaan. En Max Verstappen leidt de race in Italië. Lando Norris op P2. De beide Ferraris rijden niet op het podium. En dan zitten we in ronde nummer 4 alweer. En daar zit Verschoor aan de binnenkant. Sorry, aan de buitenkant. Is er langs. Hetzelfde geldt voor Schwartzman. Maar die wordt geblokkeerd door Verschoor. Wij kunnen hem daardoor terug aanvallen. En dat is P21. We zitten in ronde nummer 9. Schwartzman het daar probeert. Probeert ons af te knijpen. Maakt daar een fout. En wij zien dit.
en Fernando Alonso is uitgevallen in de race. Dat wordt dus zometeen een P19 in plaats van een P20. Eén plekje omhoog geschoven. Staat daar aan de rechterkant stil. Maar het gat naar Schumacher is inmiddels opgelopen tot richting de 20 seconden. Schumacher heeft gewoon een hele pitstop voorsprong op ons. Alleen maar vanwege een downforce fout. Sorry, een setup fout. Wat ervoor zorgt dat wij veel downforce hebben in de bochten. Maar heel veel verliezen op het rechte stuk. En dat is natuurlijk erg jammer. Want hier kunnen wij wegrijden van Robert Schwartzman. Dat is nu al 18e, maar het wordt alleen maar zometeen kleiner en kleiner op dat rechte stuk. Hij heeft ook DRS volgens mij. En wij gooien overtakeknop aan om te gaan verdedigen. Maar Schwartzman zit al te kijken in de slipstream. Naar de buitenkant lukt niet, dan naar de binnenkant proberen. Lukt wel. Maar wij kunnen meer snelheid meenemen en het is nog steeds P19. Verschoor profiteert mee. Plus 1 vleugel erbij, oftewel zorgen voor minder downforce. Ja, en de rest is allemaal al bij sector 1. En wij zitten nu pas op start-finish. En Robert Schwartzman is naar binnen. Robert Schwartzman naar binnen voor een undercut op ons. Wat gaat Verschoor doen? Want ik duik nu deze ronde in ronde nummer 12 naar binnen. In de hoop Schwartzman af te stoppen met de undercut. Dan kan Verschoor een overcut op ons proberen. Dus dit wordt een tactische race voor, ja wat is het, P19. Dus je koopt er helemaal niks voor. Gat naar Schumacher is inmiddels gegroeid tot 25 seconden. Dat wordt alles maar groter en groter. En daar zijn wij naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. Verschoor dus doorgereden. Schwartzman komt zometeen de leider in de wedstrijd tegen, Verstappen. 2,5, een langzame pitstop, maar komen mooi voor Schwartzman weer de baan op. De overcut heeft gewerkt, nu hopen dat de undercut op Verschoor heeft gewerkt. Want die duikt in deze ronde naar binnen, in ronde nummer 13 van de race. Alonso dus uitgevallen in de wedstrijd. En Verstappen naar binnen gedoken. Dus Schwartzman heeft geen blauwe vlaggen meer. En kan dus nu voluit gaan pushen. Wij dus ook. En in ronde nummer 14 zitten wij Verschoor uitkomen pitstraat. De overcut van Verschoor heeft niet gewerkt. Jazeker. Goed gedaan. En we zitten op de helft van de grote prijs. Nog steeds P19 in handen. Verschoor en Schwartzman nog steeds achter ons. Na de pitstops. Tot nu toe een saaie wedstrijd waar er niet zoveel gebeurd is. In ronde nummer 17 zitten wij als we heel gaal, heel fel gaan verdedigen van Schwartzman. Dat is gelukt. Dat is gewoon gelukt. Maar dat gat naar Poortje is gewoon groot. 29 seconden alweer. Groter kan niet. Grote kan wel. En daar zit Verschoor. En die heeft een voorvleugel kapot gereden. Richard Verschoor raakt ons. De safety car op de baan geroepen in ronde nummer 19. De beide teamgenoten van Schaven Racing raken elkaar hier in de grote prijs van Italië. Wij duiken naar binnen voor de mediumband. En komen terug in verkeer. Verschoor naar binnen voor een nieuwe neus. Schwartzman is ook naar binnen geweest. Ik denk ook voor een nieuwe neus. Die hebben elkaar, of Schwartzman en ik hebben elkaar denk ik geraakt. Weet ik niet zeker. Ga er maar vanuit van wel. T.4. Een tiende sneller dan onze vorige pitstop. En Verschoor nu pas kan hij zijn banden gaan wisselen. Extra lang duurt die stop vanwege zijn voorvleugel. En we komen terug in verkeer. En deze jongens zitten allemaal in ronde nummer 21 alweer. Dus wij gaan finishen in ronde nummer 26. We moeten achter George Russell zien te blijven. En de safety car duikt alweer naar binnen. En wij gaan een beetje de max techniek nadoen dat mag
In real life niet, maar hier in de game is deze regel nog niet toegepast. Dat gaat Codemasters ook volgens mij niet doen. Dat vinden ze de moeite niet waard. En hier vergalopeer ik me per ongeluk, want ik ga Russell voorbij. En Russell die denkt, ja, ik moet afremmen. Maar ja, daardoor is Russell de aansluiting verloren naar Perez. Dus dit was niet expres gebeurd. Maar goed, het is wat het is. En hier blauwe vlaggen voor onder andere Leclerc, Sainz, Hamilton, Latifi, Ocon. Wij pakken trouwens Latifi weer terug, alleen dat mag eigenlijk niet. Dus moeten iedereen hier voorbij laten. Gele vlag wordt gezwaaid, maar we kunnen weer door. Latifi dus gepasseerd. Daar is Ocon, Gasly, Tsunoda. Stroll passeert ons. Sorry, dat is Albon die ons passeert. En we moeten daar zo meteen ook Dan Ticton voorbij laten. Gele vlag wordt gezwaaid. Maar we kunnen weer door. We zitten in ronde nummer 23 van de race. Als we daar Robert Schwarzman alweer hebben voor een aanval. Wij gaan wat slingeren op het rechte stuk. Maar dat is kansloos. Dat is volkomen kansloos. Daar zit Verschoor zelfs nog. Die had ik helemaal niet gezien. En hij raakt zijn voorvleugel kwijt. Of sorry. Hij is zijn voorvleugel beschadigd. En wij doen dit even expres om te zorgen dat wij de aansluiting weer vinden met Schwarzman. Maar Verschoor moet weer naar binnen voor een nieuwe neus. Nou, weer een aanvaring met ons. Ik had hem oprecht niet gezien. En daar zit Schwarzman te kijken aan de buitenkant. Lukt niet. We laten hem gewoon uitlopen. En dat is nog steeds P19 in de race. We krijgen een waarschuwing. Maar dat is geen probleem. Al de andere jongens zijn al in ronde nummer 25. Die rijden een ronde voor ons. Dat kan je ook zien vanwege de 1 lap links boven in beeld. En ja, dan hangt de finishvlag erbij, want Max Verstappen wint hier voor Ferrari. Sorry, wint hier voor Red Bull in Ferrariland. Excusez, Perez maakt er een Red Bull 1-2'tje van. Volgens mij pakt Verstappen ook nog zelfs racepunt. De maximale score gepakt in het thuisland van Ferrari. Red Bull schiet hier gewoon de Italianen compleet af. En wij na een krankzinnige race op P19 geëindigd. Perez krijgt driver of the day, is het op naar de volgende wedstrijd. They made great use of the clear air today then and didn't allow anyone to exploit the slipstream behind them. What a great win here at Monza. Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? I think it was clear what the main contributing factor out on track was: speed. I know it sounds like an awfully reductive statement, but fast cars win races, and we saw that today with our winner. Here come today's winners. The team at Red Bull have done a phenomenal job recently. It's clear to see that they've put in the work, and they should be proud of the victory they've secured here. Hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Max Verstappen wint de grote prijs van Italië. Pakt ook de snelste racepunt. Perez naar P2 in Red Bull 1-2'tje. En Norris op het podium. Geen Ferrari op het podium. Geen Ferrari op het podium. Interessant. Heel interessant. Wij dus als 19e afgevlagd. En Verstappen neemt de leiding over in het coureursklassement. Ten opzichte van Sainz. En wij nog steeds de 5e in het constructeurskampioenschap. En 6e in het coureursklassement. Voorlopig een prima seizoen. Hopelijk dat we dat ook goed kunnen afsluiten. En is het op naar seizoen 4. Als ik dat goed zeg. Misschien dat we dan voor een andere coureur gaan. Misschien kunnen we wel een topcoureur gaan contracteren. Bijvoorbeeld Mika Hakkinen of David Coulthard. Of misschien wel de
GOAT Michael Schumacher. Helaas, twee sponsoren niet gered. 441,6k erbij. Ik heb helaas schade gereden, dus 50k erbij. In totaal op de bank 6,17 miljoen dollar. We moeten nog even doorsparen en we moeten ook aan de faciliteiten denken, want die moeten ook omhoog. Dus het is allemaal even kijken wat we gaan doen met het geld. Maar eerst deze wedstrijd zo snel mogelijk zien te vergeten. Wat een dramatische race was dit. Schoor en ik hebben elkaar meerdere keren geraakt. Deze race was niet helemaal de bedoeling. Maar goed, dit gaat nou eenmaal. Het is gewoon pech gehad. Pech hebben. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me wat je het leuk vond. Ben je trouwens nu op mijn gamekanaal. Abonneer je voor meer wekelijks F122 My Team Framework content. En schakel leuk lijkt dat belletje aan. Zodat je geen enkele race en video meer van mij mist. Elke zaterdag en zondag een aflevering om 1 uur Nederlandse tijd. En volg me even op de sociale media. @GiananSchade op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was Gianan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Dan gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.